bij de High of Lowest Game Challenge Groenvelaar. We gaan playen. Ik heb echt geen idee. Ah ja, welkom bij een nieuwe video. Het is al mega lang geleden en eindelijk maak ik nog eens een video. Oh my god. Sorry mensen. Ik ben tot nu toe, ik en mijn papa zijn zo gefocust op FIFA 17. Momenteel zijn we een toernooi aan het doen. Ik ben Anderlecht. Wacht jongens, als ik nu ergens ga effen. Dus ik ben Anderlecht en papa is Genk. En we spelen toernooi. Dus even kijken, we spelen toernooi. Dus we spelen toernooi en momenteel ben ik al uitgeschakeld door Beveren. Ik heb eerst verloren met 3-1, daarna ben ik gewonnen met 3-2, maar normaal was ik aan het 0-3 en dan is het comedy. Ja, comedy fucking gewoon voor mij. Ja, ik weet niet wat het was, maar jezus. Jezus, meent je dat? Waar googlen mensen hier? Ja, jongens. Robert De Niro. Godverdomme, wat is... ik denk ze, ik ken het niet eens. Texas of is wel hoger. Dit zal lager zijn. Wat? Ja, waarom de reclame dan ook erbij? Oh my god. Ja, horror liar challenges zijn niet zo heel populair. Dus ja, Mario Games is de blijven, Bobby. Oh, wacht jongens. Wacht even. Ik heb serieus die horror liar challenge al eens gedaan. Oh, wacht even. En ik heb daarbij heb ik iets gevonden. En dat heet Donnie Darko. Donnie Darko. Wat is dat? Opa, kent jij dat Donnie Darko? Nee. Dat heb ik gevonden op Horror Flyer Challenge. Ja. Dat is iets eng, denk ik. Even de trailer. Nee. Oh god. Wat is een Donnie Duck? It was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons. Now, in his 15th year, crystallized. Oh, het gaat over een boek. So, why'd you move here? My mom had a restraining order against my stepdad. A trampoline. He has emotional problems. Oh, I have those too. What kind of emotional problems did your dad have? I met a new friend. Real or imaginary? Da, papa. Ik kan niet meer. I'm gonna tell you a little story about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear. I haven't seen this stuff. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. Has he ever told you about his friend Frank, the giant penguin? Oh my god, come back. Every living thing follows along a set path. And if you could see your path or channel, then you could see into the future, right? Yo, ik hoor het wel. Maar, dat is in 2001 gemaakt. Yo. Nu? Wow. Oh, nee, oké, is gewoon even de naam. Okay. Bring all your friends. I swear to all of my time.
Oké, tuurlijk. Ik wil Donnie Darko zijn. Oh. Ik heb zojuist iets eens iets hoors opgezocht en ik kom de shape of you tegen. Oh my god, what the heck is een Donnie Darko? Oké, wow, dit is niet zo'n bepaald enge film, denk ik. Waar heb ik er allemaal nog voor wat liedjes? Oké, oh sorry, even naar mijn kanaal, we gaan eens kijken, hoe is dat? Oh, we gaan naar mijn setje. Hallo beste mensen, en welkom bij een nieuwe. Oké, we gaan naar Ali, Ali. Dag beste mensen, en welkom bij een nieuwe. Gelijk. Ah, mijn moeder is een saai baby. Even naar mijn kanaal, dat klopt iets niet. Oké, beste mensen, sorry voor deze video, maar het is een video om sorry te zeggen dat ik echt heel lang al geen video's heb gemaakt en Donnie Darko is dus echt niet eng. Ik heb de laatste tijd Freddy Krueger bekeken. Zoek het eens op, het is echt niet eng. Freddy, met een Y-antenne, dan Kroger. Oké, beste mensen, bedankt om te kijken en tot de volgende keer, tot de volgende video.